Welkom bij deze aflevering van Kids met Knaken. In deze serie leg ik, budgetcoach Danitje, in samenwerking met ABN AMRO uit hoe je als ouder je kind slimmer kunt leren omgaan met geld. Deze keer ga ik je vertellen hoe je op elke leeftijd in gesprek kunt gaan over geldzaken. Want praten over geld is best wel een taboe in Nederland, maar het is wel heel belangrijk in de financiële opvoeding. Vanaf een jaar of 6 kun je beginnen met zakgeld. Maar je kunt natuurlijk als ouder zelf inschatten wanneer jouw kind hier aan toe is. Met zakgeld leer je geld uitgeven, maar ook sparen voor iets groters. Droomt je kind bijvoorbeeld van een skateboard, maar is dat eigenlijk iets te duur? Praat dan samen over hoe er gespaard kan worden. Oefenen kun je met Gimmie, de geldapp voor kinderen. Hier kun je als ouder een heitje voor karweitje toevoegen, waardoor je kind sneller tot het spaardoel komt. Denk bijvoorbeeld aan grasmaaien of ramenlappen. Begin met kleine spaardoelen en korte periodes. Zo gaat het steeds makkelijker. Soms moet je ook sparen voor minder leuke dingen. Wat als de koptelefoon stuk gaat? Het is slim om daar alvast een potje voor te maken. Bespreek met je kind hoeveel geld opzij gezet moet worden, want zo ga je slim met geld om. Is je kind een jaar of 12? Dan kun je beginnen met kleedgeld geven. Stort dit op de jongerengroeirekening van ABN AMRO. Als je die nu opent, krijg je bovendien 10 euro cadeau. Superleuk en leerzaam natuurlijk dat je kind zelf kleding kan kopen. Maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten. Het kan erg verleidelijk zijn om meteen al het kleedgeld uit te geven aan hippe, dure sneakers. Ga daarom in gesprek over het vergelijken van verschillende prijzen. Want zo leert je kind goede keuzes maken. Online shoppen gaat lekker snel. Maar kijk bij het afrekenen ook nog wel even mee. Is de website bijvoorbeeld te vertrouwen? Vergelijk de prijs, de levertijd, de verzendkosten en waar je op moet letten als je het terug wil sturen. Zo komen jullie niet voor verrassingen te staan. Vanaf je 13e kan je kind al een bijbaantje nemen. Denk bijvoorbeeld aan een krantenwijk of oppassen bij de buren. Jongeren vinden het leuk, want zo verdienen ze hun eigen knaken. Maar maak hier wel goede afspraken over. Bedenk samen wat realistisch is. Hoeveel willen ze werken? School moet er natuurlijk niet onder lijden. Op de site van het Nibud vind je een handige checklist voor geldafspraken met pubers. Een bijbaan betekent meer geld op de betaalrekening. En daarom kan het handig zijn om ook een spaarrekening te openen. Bij ABN AMRO kan dat gewoon via de app. Zo kan je tiener overzichtelijk sparen voor bijvoorbeeld een nieuwe mobiele telefoon. Kijk bij de aanschaf van zo'n mobieltje ook eens naar tweedehands modellen. Die worden vaak veel goedkoper aangeboden. En als je via een bekende site bestelt, heb je ook gewoon garantie. Lekker duurzaam en beter voor de bankrekening. Dat was het alweer voor deze keer. Bedankt voor het kijken en succes. Maar vooral veel plezier met praten over poen.